Beste reizigers, door werkzaamheden is de dienstregeling aangepast tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Sloterdijk. Pech voor reizigers tussen Amsterdam, Haarlem en Zandvoort. Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er bussen in plaats van treinen. In Amsterdam staan mensen al lange tijd in de rij. Ik had het eigenlijk niet zo in de gaten. En vanmorgen kwam ik er pas achter dat het dus met die NS-bussen moest. Dus dat is een beetje jammer. Ik vind het een beetje allemaal tegelijk. Ik vind het niet normaal. Alles ligt op zijn kop. Gewoon een beetje onhandig. En er passen sowieso minder mensen in één bus dan in een trein. Dus dat... De bus gaat van Amsterdam Sloterdijk naar Haarlem. Eenmaal daar krijgen de mensen die naar Zandvoort willen nog een verrassing. Ze mogen weer achteraan sluiten in de rij voor de volgende bus. Vindt u het nog wel leuk zo? Ja, dus of in de hete stad blijven of even doorbijten. Het weer is fantastisch. Nou, dus, En hoe lang staat u al te wachten? Ik denk 20 minuutjes, 25 minuten. Ook reizigersorganisatie Beter OV baalt dat juist ProRail vandaag de werkzaamheden moet plegen. De NS is in dit geval een beetje het slachtoffer van ProRail. De NS heeft tijdig aan ProRail gezegd, wij hebben liever niet dat hier dit werk in de zomer gebeurt. ProRail heeft het toch gedaan. Je ziet op meerdere plekken in het land veel werk aan het spoor. Dat betekent dat er veel bussen nodig zijn en te weinig beschikbaar. ProRail laat in een reactie weten dat de werkzaamheden ruim van tevoren gepland zijn. En dat er geen rekening gehouden kan worden met het weer. Heb je nog wel zin om naar het strand te gaan? Ja, zeker wel. Het is wel waard. Ja. Je hebt het er wel voor over? Jawel. Ik had natuurlijk liever gehad dat het sneller ging, maar we doen het ermee. De werkzaamheden duren zaterdag nog tot 6:30. Vanaf dan rijdt de gewone dienstregeling van de NS weer.